Groningen en het getal 12. 12 punten verschil tussen Fortuna en Groningen op de ranglijst. Mats Bech-Seurissen. Conditioneel niet helemaal in orde. En dat moet je wel zijn, heeft Van der Ree gezegd. En dus speelt Liam van Gelderen aan de rechterkant. En gaan Balker en Blokzijl het weer in het centrum proberen. Met Jetro Willems aan de linkerkant. Orad Bangoendaanders en Soeslof weer terug van Interland Perikelen. En Hoven ook. De Noor. Ja, Groningen heeft er liefst 7-9 zien uitvliegen. Balverlies. En dan de eerste kans. En die is raak ook. Zeer effectief. Het balverlies van Orad Mangoen. En in de derde minuut geeft Fortuna al een enorme tik. Het is keurig voorgegeven. Hier is hij weer. En weer de ruimte. Moslin laat hem nu gaan. Jomas wacht, kijkt. Komt daar nummer 2 aan? Nee, hier kan Groningen nog net de boel klaren. Nou ja, een beetje dan toch. Groningen weer, omdat Fortuna ook wat zorg is. En dan Pandoer met één vuistje. Nou, vuistje. Groningen verdient eigenlijk wel de gelijkmaker. Je moet hem alleen nog even maken. Willems glijdt hem daar in de doelmond. Nou, uiteindelijk is het weer Pandoer die pakt. Er zijn 30 minuten voorbij. Groningen nog altijd op zoek naar de gelijkmaker. En had hier moeten zijn. Ja, vlag ook omhoog. Maar goed, daar had naar gekeken worden. Pandoer op hem af. Ja, het zou zomaar buitenspel kunnen zijn. En de assistent die daar met die vlag staat, die staat op één lijn. En die moet dat als beste zien. Altman. En nu? Dat is aantikken. Ja, nee, zegt Van der Kerk ook meteen. Zeer beslist. Enfin, nu ziet wat hij denkt. Even stoppen. Dat is om te kijken hoe het is met een geblesseerde speler. Ja, die wordt hier toch even aangetikt. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Van Gelderen wordt aangetikt door Vita. Daar wordt niks gedaan met dat contactmomentje. Van Gelderen. Bal van richting veranderd. Soeslof. Soeslof, ja, die is wel raak. En weer de vlag omhoog. En zeer onverbiddelijk. En dit keer is de bal wel over de lijn. Dus zal daar nog door de VAR naar gekeken worden. Voor zover nodig. Ik denk niet dat het nodig is. Slecht uitverdedigen, levert deze van Moslin op en de rebound. Het is toch echt opmerkelijk hoe effectief Fortuna is. Weer Córdoba. Hier het uitverdedigen van Verrips. Opgevangen door Moslin. Moslin die dan zelf hard uithaalt en in de rebound is Córdoba er het snelste bij. Pepi kwam er daar niet aan. Pepi komt er de hele wedstrijd nog niet aan tegen Goed. En tegen Sjoas, zijn schuld niet, dat wordt ook nauwelijks gevonden. Is eigenlijk geen één keer, ja, één keer kon hij koppen, zo half en half. Pandoer blijft nu staan en dat is een juiste keus. Want deze van Kruger had wel wat beter mogen zijn. Goede voorzet van Willems en hij helemaal vrij. Maar, ja, als die er zo dichtbij ook niet ingaat. Groningen hier de gelegenheid om op 2-1 te komen. Duarte, Willems,
Ja, niet onaardig. En weer een stijlvolle redding in dit geval van Pandoer. Kom op, Pepi. Eland Oest. Willems, goede kapbeweging, maar nou nog die man ook definitief kwijt zijn. Balletje tussendoor. Ja, dat kan. En levert dat dan wat op? Bal op de paal. Blokzeil schuift hem. Beheerst, maar wel naast. Groningen. Nadat hier dat balletje echt goed tussendoor gegeven wordt, schuift de spits, de invaller. Isaac meet de bal op de binnenkant van de paal. En hij denkt, ik doe dit eens rustig. Ja, maar wel naast. Het is 3-3. Zo leeg rondom Pandoer is hetzelfde geweest. Pepi. Ja, en is het raak ook. Dan is het raak ook, heeft Groningen eindelijk wat er toe komt. Pepi zijn tiende van het seizoen. Maar sterker, Groningen terug in de wedstrijd. Moment waarop Fortuna een keer in de fout gaat. Balverlies leidt. Levert dat de ruimte op die Groningen een lange tijd niet had. Ja, en die haalt goed uit. En dit keer is de paal de vriend van Groningen. Maar het loopt tegen een derde aan. Het is echt typerend voor deze wedstrijd. Gladon en Umaro vieren feest. Fortuna wint geflatteerd qua cijfers met 3-1.